Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Orcsmos daar. En jongens, voordat we gaan beginnen wil ik eerst even zeggen bedankt allemaal voor alle support die deze serie de afgelopen tijd heeft ontvangen. Het is echt gewoon, volgens mij heeft het dat of zo wat jullie leuk vinden, maar ik vind het echt gewoon een super leuke game. En jullie ook, en nou, dat is gewoon master. Maar goed, we gaan gewoon beginnen vandaag, eens even kijken. Sludgehole doen we vandaag, eens even kijken. Holy shit, we moeten echt nog maar weinig levels. We zijn nog niet helemaal op de helft volgens mij, maar we are getting close. Even kijken, oeh, skills are available, 14. We gaan dus wat upgrades kopen. Even kijken, wat is dit? Empowered push trap. Push traps, also stun targets. That is nice, what's that? Wall blade traps deal more damage. Weet je wat? Dit is het nieuwe ding van Sludgehole. Tenminste, ik denk het, want deze meuk hadden we in de vorige aflevering allemaal en deze is nieuw. Dus we gaan deze upgraden, want het zal wel handig zijn dan, denk ik. Oh, Sludgehole, hup, go! Ja, zie je wel, ik wist het. Oké, nou, die duwt Orks aan de zijkant. En ik heb last van een nare hoest vandaag, jongens. Dus, I am really sorry, but I can't help it. Even kijken, we gebruiken dit. En we gebruiken natuurlijk dit. En we gebruiken dit. En we gebruiken dit. En we gebruiken dat. En wat gebruiken wij nog meer hier? En wij gebruiken, Springtraps? Nah, Dark Archie Guardians. Goed. Oh god, ik ben vergeten te kijken wat voor meuk we hebben. Oké, we hebben een Orc Warriors, zoals gewoonlijk, Crossbow Orc en een Ogre. Oké, we hebben geen vliegende of reddende wezentjes. Oké, dat is nice. Oh god, is mijn muis veel te sensitive of zo? Ja, mijn muis is weer veel te sensitive. Oké, ik heb een nieuwe muis, dus dat moet allemaal geregeld worden. Controls. Nee, dat heb ik niet nodig. Ik moet settings. En dan mouse sensitivity, hup, daarheen, hup, accept. En dan back, en dan resume game. Ah kijk, dit is wat beter. Nu kunnen we tenminste wat hier. Oké, goed, 2 rifts, wauw, oké, dat is nieuw. Even kijken, dus daar komen ze vandaan, dus dan moeten we hier eens naar beneden, oké. Even sprinten, hup, 2 rifts hier, oké, dat is minder nice. Ah, kijk eens even aan, hier is die push trap haal ervoor. Even kijken, als eerste ga ik natuurlijk spike traps, nee, wat fuck, we gaan gewoon eerst de push traps. Even kijken, kijk, die duwt ze weg, kijk, dat is echt gewoon fucking handig. Even kijken, doe ik hier ook, even 2 zo, en wat we dan doen, is dan kunnen we denk ik het beste nog maar even wat van deze plaatsen zo, dat we in ieder geval daar ook damage doen. En wat we dan nog extra erbij kunnen doen, is dat we dit nog gaan barricaderen met spike traps. Oké, wel, dat seems goed. Oké, goed, let's go. Oh god, kijk, hier is zo'n ding, dat is wel handig. Oh mijn god, ik kan niet eens praten vandaag. Zij gaan niet doorbreken, daar heb ik veel te veel traps voor. Ik wil even die... Wow, die push trap. Wow, dat is gewoon master. Wat? Komen jullie hier nou weer langs? Dat keuren we niet goed hier. Terug daarin, hups. Oh mijn god, nee. Back demons van Satan. Opgebokt, goed zo. Oké, wat? Oh, het sterft, oké. Goed, wel, dat gaat dus niet werken, die push traps. Oké, meer van die beuk. Ja, dat zal wel helpen, denk ik. Oh god, snel die health pushen. Oké. Goed, wel dan. Begin maar vast met sniper, Ronald, want anders dan wordt het nooit wat. Kijk eens even aan, dit doet goed werk gedaan hier. Push traps zijn wel redelijk, maar dat valt nou ook wel weer te bezien. Kijk, ze breken er nou al door, dus het is niet echt heel goed. Push traps doen niet echt heel goed werk. Ik heb meer aan, volgens mij, wallblades of zoiets, dan fucking push traps. Tenminste, I think so. Want dit heeft gewoon geen zin, zowat. Moet je zien, het is nou ronde 2 nog maar en ik verlies nou gewoon al. Sterkt gewoon, jezus. Oké, cel hebben we gereed aan. Oké, kijk. These are the little bodies we need. En cel.
Oké, dan wel. Kan ik die dingen niet verkopen dan of zo? Nou, dat kan niet tussen de rondes door. Kuts. Oké, ik kreeg wel last van sniper orks. Oké, dat is niet zo nice. Sterf. Be gone, Satan. Kijk, ik heb daar nog wel wat pushtraps, maar... Kijk, die pushtraps doen gewoon zowat niks. Wat is dat voor kutheid? Oh, ik ga weer doorzien. Oh god, boog, 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 boog. Daarin. Nee. Waarom doet die boog gewoon minder damage op die orks dan vroeger? What the fuck? Kijk, dan moet ik ze praktisch gewoon helemaal spammen, wil ik ze dood krijgen. Het lekker allemaal van die fucking andere dingen of zo. Zo, oké. Misschien had ik hier beter ook wat torch traps kunnen gebruiken, maar fuck it. Gewoon vol spammen die zooi. Hup, zo. Hup, G, unleash the heart. Als we gewoon alles voor gaan spammen, doen we vanzelf fucking veel damage. Wat? Nog een rift. Why didn't I know anything about this crap? Nee. Stay back, demonen. Nee. You will stop. Stop daarmee. Dit kunnen we niet goed hier. Nee, goed kunnen. Stoppen. Hey. Nee. Terug. Oké, ik moet wel even gaan helen bij een rift zo langs van de hand, want... Oké. Oké, goed. Laten we meer van die arrow walls doen. Nou, eenmaal liefst. Wauw. Goed, nou, wat? Komen ze weer van die kant? Wat is dit? Keuren weet niet goed, zei ik. Stond er een kruis, dan komen ze daar toch uit of niet? Oh, zoals die ook altijd. Waarom gebruik ik zo'n ding als ik ook gewoon dit kan gebruiken? Stop eens even, jij. Word niet goed gekeurd hier. Oh my fucking god. Terug, demonen! Heb je het goed gekeurd? I don't fucking think so. Terug! Kan je niet eens mijn headshot volgens mij? Oh ja, dat kan ook wel, oké. Terug! Maar godsamme, ik zei terug! Goed zo. Die, emoes. Oké, ik denk dat we hier beter vallen kunnen neerzetten. Wat voor vallen zullen we hier neerzetten, jongens? Laten we gewoon eerst alles volgen spammen met deze dingen. Dat lijkt mij het handigst om te doen. Hup. Oké, seems fucking legit. Oké, dan doen we er in de midden nog een. Oké, unleash the heart. En die komen ze vandaag. Oh my god, are you serious? Gewoon op ooghoogte. Of op hoofdhoogte eigenlijk. Ooghoogte, ja, is ook wel goed. Maar gewoon gaan snipen, dan maken we gewoon headshots. En dan killen we ze gewoon één voor één. Kijk, headshots, dat is de clue, jongens. Misschien was het beter geweest als we iets met die meuk hadden gedaan met die... Oh god, wat? Daar komen ze ook weg, wat? Met die meukosaurus heet van die torch traps. Dat was ook wel handig geweest, denk ik. Ik weet niet. Het is allemaal wel. Hi, Orky. Oké, goed. Wat nu? Ik wil hier van die wallblades. Of van deze wallmeuk. Oké. Hier, Arky. Nou, next wave. Ronde 7 van 8. En je laatste ronde. Oké, daar komen ze weg. Oké. Goed. Gaan we snipen. Oh, het zijn sniper orks. Oh, daar ben ik niet bang voor. Oké, zo. Muis is denk ik wel wat te sensitive. Ik weet niet. Hup. Snipe. Ik ben verkouden, dus het spijt me als ik heel raar klink, maar... Snipe. We gaan door met snipen. Snipe activiteiten. Hey. Wat zijn we aan het doen daar? Oh god, nee. Back demonen. Hup. En terug. Oké, goed. Ik vind ook best wel dat ik redelijk goed ben in Arsmas daar.
Waarschijnlijk worden de levels straks zo verschrikkelijk moeilijk dat ik gewoon totaal niks meer kan dan Orcs Must Die, dat het gewoon niet haalbaar meer is. Net zoals bij Blue Star Defense 5 op een gegeven moment, maar daar ben ik mee gestopt omdat het gewoon te fucking moeilijk was. Maar ja. Oké, wel, dit is wel genoeg verdediging, vind ik zelf. Oké, goed. Laatste ronde, nou, dan krijgen we die grote orkmeuk. Oké, dit laten we eerst maar eens even zo. Kijk, nou, dit gaat spannend worden, jongens. Oké, goed. Daarmee kunnen we het schepsel overweg verder. Oké, jij is dood. Wauw, die ogen is gewoon poep. Kijk, jongen. De traps zijn zo overpowered. Wat? Hè? Gaan ze dan rifts of zo? Nee, het zal wel. Ik ben nog geen levensverloren. Want ik begon met 20, dus... Oké, goed. Nou, dit is wel een easy level eigenlijk. Volgens mij wordt Orcs Must Die ook easier, omdat die spike traps allemaal aan het spammen ben. Die dingen zijn gewoon overbouwd, goed. Dan de Minos, goed ogerig. Ja, ik wist het wel. Oh shit, denk ik nog veel health ook nog. Nou, nee. Oh mijn Jezus! Nee! Wat? Achievement unlocked, die gast is er echt gegaan. Wat? Wat was dit? Fuck. Wel, daar gaan mijn 5 skulls. The fuck, ik dolder in één keer zo'n hol in en... Oh, nee toch. Are you serious? Wauw, jongens. Oké, dit was gewoon cool. Oh god. Chaos Chamber gaan we de volgende aflevering doen. Wel jongens, bedankt voor het kijken. En echt voor dat einde moet deze video wel gewoon 15 likes halen. Dat moet gewoon. Als we 20 likes kunnen halen, dan komt morgen komen er 2 afleveringen van Orcs Must Die uit. Als we hieronder 20 likes halen, morgen komen er dan 2 afleveringen uit. Want het leek me echt cool om, zeg maar, een beetje aan het eten de herfstvakantie... Orcs Must Die klaar te hebben. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar het lijkt me cool om te doen. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Like de video dus. 15 likes. Dat moet gewoon haalbaar zijn. En gewoon 20 likes. Dat moet gewoon gehaald worden. Als jullie morgen 2 afleveringen van Orcs Must Die willen zien. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Volg mij nog even op Twitter. @ShadowGames3Twitter. En wil je meer Orcs Must Die, moet je even abonneren. En wel dan zeg ik nu. Later mensen.